geachte aanwezigen, collega's, relaties, beste deelnemers en medewerkers van de Rozerie. Allemaal van harte welkom namens Stichting De Rozelaar, waar Lunchroom De Rozerie een onderdeel van is. Allemaal welkom op deze haringproeverij. Vandaag is het weer zover. Gisteren mocht de haring voor het eerst verkocht worden, maar wij houden vast aan onze traditie om de woensdag daarna onze haringproeverij te houden. En dat is vandaag zo. Een terugkerend festijn waar we elk jaar weer naar uitkijken. De eerste Hollandse Nieuwe van vandaag, die zal geproefd gaan worden door de heer Gert Broekhuis namens de Barneveldse Middenstandsvereniging. Gert is voorzitter van de Barneveldse Middenstandsvereniging. Samen met Nathalie Budding, een van onze stagiaires van de Rozerie. De Rozelaar heeft mij gevraagd als voorzitter van de BNV vanochtend de eerste haring te komen nuttigen. En dat is mij een grote eer, te meer omdat ik toevallig een liefhebber ben van deze oer-Hollandse lekkernij. Krijg ik die van jou? Ja. Eén of twee tegelijk? Eén. En wil ik ook een staartje pakken? Dat is een lekkere combinatie. Is die goed? Ja, ik vind hem uitstekend zelfs. Ik zou je aanraden er ook eentje te nemen. Ga je zo alle mensen af? Ga je iedereen een haring geven? Nou, die pakken we dan eens bij zijn staart. Mag ik er eentje van je proeven? Oh ja hoor, ja? Kan nog net. Gaat het nog net? Kan nog net. Dan pak ik er eentje af. Oké. Okay. We zijn hier met de vierde haringparty. Hoe zijn de eerste reacties? Ja, fantastisch. Het is gewoon een evenement aan het worden. We doen dit inderdaad voor de vierde keer. En nou, de reacties zijn gewoon leuk, goed. De relaties van de Rozelaar, maar ook de sponsoren hebben we uitgenodigd om hier vanochtend de haring te komen proeven. En ja, gewoon fantastisch. En hoe smaakt de eerste haring? Ja, lekker. Hij is echt heel lekker dit jaar. Ja, zeker. En de medewerkers, hebben die hem al geproefd? Jazeker. En direct gaan we nog eventjes, dan doen we de deur van de Rozerie nog even dicht. Dan gaan we er even met elkaar een haringje eten en dan gaat de Rozerie gewoon weer om 11:30 weer open. De Rozerie is onderhand een begrip geworden hier in het Barneveldse. Hoe gaat het met de Rozerie in het afgelopen jaar? Ja, het gaat eigenlijk best wel heel goed. Er is een duidelijke groei ook in de Rozerie. Ook het aantal mensen met een handicap waar we een stageplaats voor kunnen bieden is groter geworden. Maar ja, net wat u ook zegt, het is een begrip geworden in Barneveld. En als we zien aan het aantal bezoekers of het aantal gasten dat we per dag mogen verwelkomen, dat is, ja, we zitten gewoon tijdens lunchtijden meestal gewoon lekker vol. En dat is gewoon een heel goed teken. Het gaat lekker. En de medewerkers die beleven daar veel plezier aan. Is het ook zo dat de medewerkers langere tijd hier aanwezig zijn? Ja, de medewerkers met een handicap die zijn voor 1,5 jaar lopen die stage binnen de Rozerie. En na die 1,5 jaar is de bedoeling dat we een werkplek voor ze gaan zoeken. Een begeleidswerkplek of een gewone werkplek binnen regulier werk. Gaat dat niet lukken, dan kunnen ze ervoor kiezen om nog een keer 1,5 jaar een vervolgstage te volgen binnen de Rozerie. Nou, de eerste haring die zijn naar binnen gegleden. Uiteraard ook nog met een korenwijntje. Dit is iets wat in de toekomst ook weer plaats zal vinden? Jazeker. Het is een jaarlijkse traditie geworden. De eerste woensdag nadat de haring verkocht gaat worden. Het is ook een initiatief natuurlijk van Jan van der Beek, de vishandel uit Kootwijkerbroek en de wijnwinkel uit Barneveld. En wij willen dit elk jaar gewoon lekker vol blijven houden. Zeker. Nou, ik wens je veel succes met het runnen van de Rozerie. Ja, dankjewel. Fijn dat je erbij was. Bent u het kennen? Nou, ik kom uit Vlaardingen, man. Oh. Een haringstad vroeger.